Wij maken ze na elke training, elke wedstrijd, maken we ze helemaal schoon. Alles wordt gewoon allemaal opnieuw ontvet en weer opnieuw ingevet en schoongemaakt. Ik heb nu de fiets klaargemaakt om hem helemaal schoon te maken. Je begint altijd met de ketting, zodat de smerige olie niet in je schone water komt. En wij stoppen ontvetter in een oude bidon. En dan hebben we een kwast om de ketting te ontvetten. Zodat je mooi overal tussen de schakeltjes door kan, zeg maar. En hierbij maak ik de derailleurwieltjes schoon. Alle oude smeermiddelen weer weg. En als ik daarmee klaar ben, laat ik het even intrekken. Dan begin ik aan de cassette. Goed met de kwast. Hard drukken. Zoals ik net al aangaf, spuit je het erna af met warm water. Dan is het makkelijkst om je fiets te wassen. Als je geen warm water hebt, dan gebruik je een beetje koud water. Hier gebruiken we bikewas van Muckoff. Dat meng je met water, zodat je schuim krijgt om je fiets mee te wassen. Dan gebruik je spons met warm water. Je begint altijd bovenaan de fiets. Goed onder het zadel. Gebruik genoeg water, zodat alles gewoon makkelijk zonder te krassen van je fiets afgaat. Goed onder je voorvork, want daar blijft meestal het vuil zitten. En tussen de remmen. Voor de spaken gebruik je een zachte borstel, zodat je spaken niet kunnen beschadigen. Voor de naaf gebruiken we een apart borsteltje van het merk Muckoff om de naven goed schoon te krijgen. Uiteindelijk het belangrijkste van alle fietsen, de onderkant goed schoonmaken. Dat vergeten een hoop mensen. En er blijft altijd wel vuil tussen zitten en dat gaat aankoeken. En op de duur krijg je het er niet meer vanaf. En daarna spuit je je fiets af met warm water. Ook weer goed zorgen dat alle schuimresten er tussenuit zijn. Nou, dan pak je een doek. Wij gebruiken microvezeldoekjes. Normaal pakken we de compressor om hem droog te maken. Maar als het particulier, gewoon een oude doek. Goed zorgen dat alle boutjes droog zijn tegen het roesten. De ketting is nu gewoon ontvet. Dan kun je in principe gewoon met je handdoekje langs. Doe het wel als laatste, want als er nog een beetje olie of iets op zit en je gaat over je ketting heen en daarna over het frame, dan komen er allemaal zwarte strepen op. En dat is weer moeilijk weg te werken. Pak je doekje bij tussen je hand, stop je ketting ertussen en je draait hem eigenlijk rond om hem droog te krijgen. De ene die doet het natuurlijk wel elke keer na het fietsen en de andere die maakt hem één keer in de week schoon. Maar bij het schoonmaken kun je wel zien of er wat aan je fiets is, of je wat mankeert of iets. Nou ja, ik raad het sowieso altijd aan om je fiets echt goed schoon te maken. Zo kun je eigenlijk je fiets zelf wel een beetje onderhoud geven. Zoals remblokjes en zo. Ja, als je fiets nooit schoonmaakt, dan weet je ook niet of je remblokken op zijn. Ik heb nu Muckoff Ceramic Lube. Daarmee smeren we de kettingen. Dan beginnen we achterop bij de derailleurwieltjes. Maken we drie rondjes, zodat we genoeg op de ketting hebben. Doen we altijd aan de onderkant, zodat het gewoon naar beneden kan lopen en dat er niet te veel op zit.